Hoi jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer kijken naar de tweede aflevering van het FC Utrecht Sinterklaasjournaal. Hebben jullie lekker geslapen? Nou, ik wel hoor. Pieten zijn gearriveerd op Zoutenballig. Ze worden getraind om fit te worden, om natuurlijk op pakjesavond al die mooie cadeautjes te brengen. Hoe is het trouwens met die Pieten op Zoutenballig? Daarom gaan we naar onze Corné. Hij is aanwezig daar. Ja Gert, goed nieuws, want hier op Sportcomplex Zoutenballig twee Pieten zijn gearriveerd. Rood-Wit Piet en Rood-Wit Piet. Wat leuk dat jullie er zijn zeg. Ja, dankjewel. We zijn ook blij om hier terug te zijn. Ja. En hoe hebben jullie nou het afgelopen jaar FC Utrecht gevolgd? Ja, natuurlijk op tv kunnen zien. We hebben overwinningen in PSV, Fortuna, geweldige wedstrijden. We hebben allemaal kunnen zien vanuit Spanje. Dat was echt geweldig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar de hamvraag is wel, zijn jullie een beetje fit? Daar is nog werk aan nodig, maar dat gaat goed komen. We gaan met de spelers en de trainers hard aan het werk om hier helemaal fit te worden. Ja, kan ik me goed voorstellen. Wat zijn de dingen waar jij op wil gaan richten, wat jij wil verbeteren de komende dagen? Ik wil het liefst zo dat ik goed kan gooien. Dan ga ik proberen hier te oefenen om te trainen samen met misschien de keeper of zo. Proberen of ik dat goed kan verbeteren. Ja. En jij dan? Ja, ik wil wel graag wat sneller worden. Ja, nou, wat sneller worden en de mensen die jullie daarbij gaan helpen, dat is zo meteen al. Dat zijn Sander van der Streek en Maarten Paas. Dus gauw omkleden en op naar de training. Zo, dat ziet er niet zo best uit, Corné. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, daar zijn we weer met een update, want het gaat niet zo goed in de training van de Pieten en de spelers. Het lijkt dat er iets klevers op de handschoenen is gedaan, waardoor de ballen en de pakjes niet kunnen worden weggegooid. En ook lijkt het zo te zijn dat de noppen onder de schoenen zijn weggedraaid. Dus geen ideale omstandigheden om te trainen. Ja, wat er nu gaat gebeuren, weten wij op dit moment ook nog niet. Maar zodra we een update hebben, dan zijn we uiteraard bij jullie terug. Nou, dat lijkt mij heel goed. We gaan nu naar Weerman Martin. Wat gaat het weer de komende dagen doen, Martin? Brrr, wat is het koud. We hebben natuurlijk deze winter de sjaal nodig. Verkrijgbaar in de fanshop. Ook natuurlijk de beker, misschien voor jou en ook misschien voor papa. Voor warme chocomel of voor de koffie. We gaan terug naar Gert. Bedankt Martin. De Pieten hebben het dus lekker warm. Alleen ging het niet zo goed op de training op Zoutenballig. Corné, wat kun je erover vertellen? Ja, ook trainercoach John van der Brom die is op de hoogte van de problemen die er vandaag waren op het trainingsveld. En hij liet ons weten dat in de gangen van de kleedkamer, dat daar een lijmflesje en een schroevendraaier is gevonden. Heeft hij zelf gevonden, heeft hij ook opgeraapt en bij ons gebracht. En het heeft er natuurlijk heel veel schijn van dat er een verband is tussen de gevonden voorwerpen van de trainercoach en de problemen die er vandaag waren op het trainingsveld. Nou, de spelers en de Pieten die zijn nu aan het onderzoeken of er nog meer dingen kunnen worden gevonden. En als we te horen hebben gekregen wat die problemen zo al zijn, dan komen we natuurlijk bij jullie terug. Goh, wat vervelend nou zeg, maar in ieder geval bedankt voor de update. Martin, jij ook bedankt voor het weerbericht en hopelijk. Ja. Ik vroeger met Sinterklaas kreeg ik nooit cadeautjes. Ik ga ervoor zorgen dat dit feest verpest wordt voor iedereen. Ik ga ervoor zorgen dat die pieten niet fit zijn. En ik ga ervoor zorgen dat alles, maar dan ook alles, in de soep loopt. Hallo. Oh, ik heb goed nieuws. Er is nieuws binnengekomen, want ik heb goed nieuws voor de Junior Tigers. Vanaf 19 november kunnen alle leden van de Junior Tigers Kids Club hun schoentje zetten. In de fanshop van FC Utrecht. En wil je meer informatie over die kidsclub? Check de website van FC Utrecht. Is dat geen goed nieuws? Wel toch?